Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het maandag. <coughs> Gisteravond heb ik weer naar een nieuwe aflevering van Expeditie Robinson gekeken. Het was de eerste aflevering na de samensmelting... En er was weer heel wat gebeurd in deze aflevering van Expeditie Robinson. Dus ik zal even met jullie doornemen wat er in deze aflevering is gebeurd. Dus Jamie Faas had in de vorige aflevering Eva Simons. Verslagen in een, uh, een duel tijdens de samensmelting, waardoor ze haar plek in de expeditie mocht behouden. <coughs> maar de volgende dag, en de dag erna, werd de heimwee gewoon te groot voor Jamie. Waardoor ze besloot om de expeditie te verlaten. En ik kan jullie vertellen, Rhino's: ik vond die beslissing van Jamie echt een schop in de kut tegenover Eva. Ik bedoel, Jamie had Eva verslagen in het samensmeltingsduel. Om haar plek in de expeditie te behouden enkel om een paar dagen later op te geven. Dat vind ik gewoon echt niet eerlijk tegenover Eva. Maar ja, we hebben geen invloed op het verloop van de expeditie, dus wat doe je eraan? In ieder geval, de expeditie ging dus verder met tien expeditieleden. En die tien expeditieleden gingen deelnemen aan de volgende immuniteitsproef. Voor deze immuniteitsproef moesten de kandidaten. Een hindernisparcours doorlopen en onderweg moesten ze heel wat dingen onthouden. Ze moesten namelijk een som onthouden, ze moesten een aantal rode pijlen onthouden en ze moesten een aantal kleuren onthouden. En toen ze eenmaal het hindernisparcours hadden uitgespeeld, Stel de, de, stel de presentator Art Royakkers de kandidaat aan de tand over de dingen die ze onderweg hebben gezien. De, de kandidaat die de meeste antwoorden goed had, won de, eh, won de proef en dus immuniteit. De kandidaat die de minste antwoorden goed had en het hindernisparcours het langzaamst heeft afgemaakt, die was de verliezer van de proef en verloor dus hun stemrecht op de eilandraad. Maar deze kandidaat had nog een, een kans om hun stemrecht terug te winnen. De winnaar van de immuniteitsproef mocht namelijk kiezen tegen welke andere expeditielid de verliezer ging duelleren. De verliezer van de immuniteitsproef was in dit geval Christa. En de winnaar van de immuniteitsproef Iosche. Die koos Mark om te duelleren tegen Christa. Mark en Christa moesten vervolgens gaan duelleren in een van Nicolette Kluivers' persoonlijke favoriete Robinson-proeven: De Evenwichtsbalk. Alleen dit keer was er iets extra's toegevoegd. Mark en Christa moesten namelijk uh, een soort uh, ronde cirkel vasthouden met een bal erin. En die moesten ze ook in evenwicht houden terwijl ze op de evenwichtsbalk balanceerden. Mark verloor uh, dit duel en was dus zijn stemrecht kwijt. Waardoor Christa een extra stem had op de eilandraad. Alleen vanwege het vertrek van Jamie liep deze eilandraad iets anders dan verwacht. De, Degene die namelijk de meeste stemmen kreeg op deze eilandraad, hoefde nog niet naar huis, maar kreeg wel een extra stem tegen zich. Op de Eerstvolgende eilandraad. Degene die op deze eilandraad de meeste stemmen kreeg, was Christa. En die wist dus met hak over de sloot naar de volgende aflevering te springen. En krijgt dus een extra stem tegen zich op de Eerstvolgende eilandraad. Ja, rhino's, er is weer heel wat gebeurd in deze aflevering van Expeditie Robinson, zoals jullie wel kunnen merken. In ieder geval, dat is alles wat ik op het moment te melden heb, rhino's. Als ik vanmiddag nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie uiteraard weten. En zo niet, dan zie ik jullie vanavond wel weer om de vlog af te sluiten. Dus. Ik zie jullie later weer. Dus, Rhino's, hoe is jullie afgelopen weekend verlopen? Mijn afgelopen weekend is wel goed verlopen. Afgelopen zaterdag. ...ben ik samen met mijn ouders en een collega van mijn vaders werk... ...naar Montfort bij Utrecht geweest. Die collega van mijn vader heeft namelijk een tijdje in Montfort gewoond. En mijn ouders en mijn collega vaders collega hadden het er een keer over om een keer... ...samen naar Montfort toegegaan. En... Afgelopen vrijdag vroegen mijn ouders me of ik mee wou naar Mondvoort. En dat wou ik wel. Dat bood me een beetje afleiding. En dan had ik ook mooi wat te doen die dag. Zo gezegd, zo gedaan. Zaterdagochtend waren we met z'n vier in de auto gestapt. En we trokken richting Mondvoort. We zijn even bij het oude huis van mijn vaders collega wezen kijken. Dat was mooi om te zien. Vervolgens hebben we nog even in Montfort geluncht. Vervolgens zijn we een beetje gaan sightseeing in Montfort. We zijn dan in het centrum wezen kijken. We zijn bij een bakker geweest in Montfort. We zijn in het stadspark geweest. We hebben nog even in de omgeving van Montfort getoerd met de auto. Dat was allemaal erg leuk. En vervolgens zijn we weer op Sint-Nicolaas aangegaan. Op de toeristische route wel te verstaan. Want de toeristische route naar huis was echt wel mooi om te bekijken. Kan ik jullie vertellen, Rhinos. En gisteren ben ik nog even met mijn ouders naar Heerveen geweest. Daar heb ik een basketbal gekocht bij de intertoys. Morgen komt mijn vrijwilliger namelijk weer. En ik wou met mijn vrijwilliger gaan basketballen morgen. En dus moest ik even een basketbal kopen, want we hadden niet echt basketbal in huis. Dus ja, en vervolgens heb ik nog een klein stukje met mijn ouders in de auto getoerd. En toen was het zondagavond alweer tijd om terug naar de woongroep in drachten te gaan. Dus ja, zo heeft mijn weekend eruit gezien, Rhino's. Een welbesteed weekend, al zeg ik het zelf. In ieder geval, dat is alles wat ik op het moment te melden heb. Ik zie jullie later op de avond wel weer om de vlog af te sluiten. Dus ik zie jullie dan wel weer. Dus, Rhino's, hoe hebben jullie deze afgelopen dag beleefd? Ik heb eerlijk gezegd wel betere dagen gehad, zoals gebruikelijk. Gisteravond kwam ik er namelijk achter dat een begeleider hier op mijn woongroep, waar ik het heel goed mee kon vinden, ergens anders gaat werken. En dat vond ik natuurlijk heel vervelend. Want zoals ik al zei, ik kon het heel goed vinden met deze begeleider. En het voelt gewoon alsof ik een goede vriend verlies. En dat doet natuurlijk heel erg pijn. Ik bedoel, het is gewoon een beetje een opstapeling. Nou ja, het is een probleem dat zich opstapelt. Bovenop een stapel van problemen waar ik al mee te maken heb in het leven. Dus daardoor was ik de hele dag een beetje in een mineurstemming. Maar desondanks heb ik alsnog geprobeerd om er een mooie werkdag van te maken vandaag. Ik ben vanmorgen rond een uur of elf naar fitness geweest. Daar heb ik even in de gewichten gehangen. En ik heb ook nog even gefietst. Toen ben ik rond, weet ik het, kwart voor twaalf weer terug naar Carré gegaan. Daar heb ik even geluncht. Vervolgens heb ik op mijn Nintendo 3DS gespeeld. Weet je. En vervolgens was er om 1 uur niks om te bezorgen. Dus toen ben ik maar op mijn fiets gestapt en heb ik een rondje in de omgeving gefietst. Ik was richting Dragster Compagnie gefietst. Van Dragster Compagnie. Ben ik richting de weg tussen, tussen, tussen Surhuisterfeen en Friese Palen gefietst. Vandaar ben ik naar houten Geha Hange gefietst. Van houten Gehagen ben ik terug naar drachten gefietst. En zo ben ik terug naar Carré gegaan. Vervolgens heb ik nog tot een uur of half vier op Carré omgehangen. Vervolgens ben ik terug naar huis gegaan. En ik heb een beetje rondgehangen op mijn kamer hier de rest van de middag. Toen was het etenstijd. Toen heb ik nog wat meer rondgehangen op mijn kamer. Vervolgens ben ik nog even met die begeleider naar McDonald's geweest. Hebben we samen even wat lekkers gehaald. Op die manier konden we het mooi even afsluiten met z'n tweeën. En nu is de dag zo goed als ten einde gekomen. Laten we in ieder geval hopen dat morgen weer een betere dag zal worden, Rhino's. Ik hoop het in ieder geval wel. In ieder geval, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer gelijk even mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende vlog. En dan zeg ik nu, zoals altijd, later.